Op verschillende plaatsen in Boston zijn de slachtoffers van de aanslagen herdacht. Morgen is er een grote herdenking gepland, waarop ook president Obama aanwezig zal zijn. Een verslag van Tom van de Wegen in Boston. Op de tonen van het nationaal volkslied trekt zich een stoet op gang langs de weg van de marathon die net weer is vrijgemaakt. Hier liepen de deelnemers hun laatste kilometer, alvorens de twee explosies daaraan een bruut einde maakten. Vlaggen en bloemen worden meegedragen. The pain goes away slowly. Yeah, even if you don't know someone, it's, Boston has that community feel, and we're known around the world as a tough city, and can be tough to one another on days. But when things like this happen, we unite like no one else has ever seen. So it's really scary. I go to school here, so I'm very familiar with the area, and just to know that they can take such a wonderful and like historic day and turn it into what it will be remembered for now, it's very overwhelming. Onder het waakzame oog van de Nationale Wacht komen mensen bloemen neerleggen op enkele meters van de finish waar de explosies hebben plaatsgevonden. Ook mensen die gisteren de marathon hebben meegelopen, die komen nog een laatste groet brengen. Actually, I didn't intend to come back to the finish line. There was a lot of emotion that went along with that. I came back to downtown Boston to recapture what was taken from me and the rest of my running family yesterday, where we didn't get a chance to celebrate with one another after our race was over. I just wanted to come down and see Boston and let Boston know that I was here for it the way it was here for me yesterday. Ik bots ook op twee Vlaamse meisjes uit Waregem die het drama van dichtbij hebben meegemaakt toen ze supporterden voor hun ouders. Pas na 4 uur zagen ze elkaar ongedeerd terug. Wij stonden gisteren redelijk dicht bij de tweede bom, 30 meter of zo. Ja, alle twee super verschoten van wat er gebeurde. Wij wisten ook totaal niet wat er aan de hand was. En vandaag kun je toch niets anders meer doen. Wij gingen anders nog een keer de stad bezoeken. Maar we kunnen het niet anders meer doen dan een keer terugkomen. En iedereen komt kijken en overal wat hij ziet, politie en zo. Dus wordt er wel mee geconfronteerd.